Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, zal binnenkort deskundigen beschikbaar stellen voor een regional response mechanism. Deze operatie vindt plaats in het kader van een noodhulp aan gebieden die zijn getroffen door orkaan Irma. Het verzoek komt van de CANTO, de Caribische telecomautoriteit. Volgens Frans Eersteling, policy advisor van Telesur, wordt de operatie in samenwerking met de Caribbean Disaster Emergency Management Agency, CEDEMA, uitgevoerd. Eersteling zegt verder dat de technici van Telesur samen met andere partners de telecommunicatie in de getroffen gebieden weer op poten moet zetten. De telecominfrastructuur is in sommige gebieden helemaal vernietigd. Sommige gebieden staat er nog wel wat. Het gaat erom om telecominfrastructuur weer op poten te zetten. Dus vanaf masten, base stations, centrales, al dat soort dingen om een bijdrage te leveren. Om de infrastructuur, de telecominfrastructuur, weer op en running te krijgen. Eersteling zegt dat de hulpverleners Telesur technici zijn. Hij benadrukt ook dat dit project geen uitje zal zijn voor de vertegenwoordigers van Telesur. Men heeft dus bepaalde deskundigheid nodig. En die deskundigheid zit voor een deel ook bij Telesur. Dus, en de mensen die in elk geval geïnteresseerd zijn, want het is tough work. Je kan logeren in een tent tot een hotel. Dus het is, je heeft zelf gezien hoe de situatie is in de gebieden. Dus het is geen uitje. Het is hard werken onder moeilijke omstandigheden. Maar ik moet zeggen, we hebben een aantal collega's die hebben zich opgegeven dat ze daar een bijdrage aan willen leveren. En we zijn dus verder in contact met de CEDEMA. Het proces verder van krijgen van de collega's daar en naar welke gebieden ze gaan. Dat wordt nu verder uitgewerkt. Frans Eersteling, policy advisor van Telesur. Het bedrijf stelt binnenkort technici beschikbaar voor een regional response mechanism. Deze operatie is bedoeld om de telecommunicatie in de door Irma getroffen gebieden weer op poten te brengen.